Spiegel van Woerden, een programma voor en over inwoners van Woerden en omgeving. Waar gaat er eens heen? Of komt u net vandaan? Ik zit hier zo gezellig met z'n tweeën, zie ik u zitten op het bankje. Heerlijk te praten, de fiets aan de ene kant. Ik stoor u eigenlijk en ik was heel erg nieuwsgierig. Hoe komt u hier op deze plaats op dit moment? Nou, ik pas op huizen en poezen. En dan ben ik op dit moment in Woerden, aan de FC Kuiperstraat heet het geloof ik. En er was de Roemeniëmarkt. En toen is mijn dochter hier naartoe gekomen vanuit Soest. En toen zijn we samen naar de Roemeniëmarkt geweest. Dat is grappig. Ik zie een fiets. Bent u met de fiets vanuit Soest met de trein hier naartoe gekomen? Nee, deze fiets is van mijn moeder. Ik heb de OV-fiets. U heeft de trein? Ja, ik ben met de trein hierheen gekomen en toen heb ik de OV-fiets bij de stalling gehaald. Die kun je dan lenen. En nou ga ik zo meteen naar huis en heb ik de fiets eerst teruggebracht. U zegt ik pas op huizen en op poezen. Ja. Wil dat zeggen dat mensen dan met vakantie zijn? Ja, die zijn naar Noord-Spanje. Ja, en zo'n 20 dagen. En dan, dat is van een bureau uit Groningen. En daar, daar ben ik lid van en hun zijn er lid van. En dan kan je gewoon, als je er zin aan hebt, de plaats staat je aan en ik moet met openbaar vervoer. Dus dan bekijk ik dat ook goed, dat kan. En dan log ik in op internet en dan kan ik erop reageren als hun daar een advertentie hebben. Dat is wel heel apart, zo kom je op een heleboel verschillende plekken bij verschillende mensen. Bijna door heel Nederland. In het noorden, daar vragen ze eigenlijk nooit wat. Maar voor de rest van Nederland wel. Ja, ik ben ook overal alle delen al geweest. Ik doe het 21 jaar. Ja, dus dat is al heel lang. Maar ja, als je dan wat ouder wordt, dan wordt het een probleem met de bagage. Je moet op veel stations de trap op en af. Niet overal meer hoor, maar dat zou dan het eerste probleem zijn. Dat ik het niet meer zou kunnen doen. Zijn er veel mensen die dat doen? Nou, ik weet eigenlijk niet. Ik denk dat het zo ongeveer om de bijna 200 gaat. Van die vragen en die aanbieden. Ja, dus het is meestal wel, wordt het wel voorzien. Niet altijd hoor, want er staan wel eens oproepen van ziektes. Of dat ze toch niet meer oppas gekregen hebben. Ja, en hoe ze het dan oplossen weet ik niet. Maar ik blijf het nog heel leuk vinden. En je bent gewoon in het huis en je bent alles erop en eraan. Het is wel een vertrouwenskwestie, hè? Want er komt een vreemde mevrouw in hun huis. Wordt u gescreend van tevoren? Nou, gescreend niet. Het wordt eigenlijk... je kan het vragen bij het bureau of het dan overal goed geweest is. Je moet een evaluatieformulier invullen, beide. Die oppas vragen en ik ook. En dan moet je daarin zetten hoe het was. Of het was zoals je het afgesproken had met de kennismaking. Je gaat wel kennis maken. En dan kunnen ze vragen bij het bureau van hoe is die mevrouw, is het goed? En dan kunnen ze kiezen. Heeft u nog iets op de markt gevonden wat u leuk vindt? We hebben wat gewonnen in de verloting. En wat heb ik nog? Ik heb nog een paar dingen gekocht. Ja, niet veel. Maar het is een beetje onze hobby om kringloopwinkels en rommelmarkten te bezoeken. Ja, we gaan overal heen, hè? Ja, maar het is niet meer goedkoop. Nee, het is niet meer zo. Het is niet meer voor de arme mensen. Nee. Ja. Nee, het is als kringloop bedoeld, maar de kringloopwinkels zijn ontzettend duur geworden. Laat het ook maar eens bekend worden dan. Ja. Maar Roemenië is ook niet meer zo arm als het 10 jaar geleden was. Nee, dat denk ik ook niet. Dat weet ik niet. Dat hou ik eigenlijk niet zo bij. Hè? Ja, als je natuurlijk wel die ouderen die je ook op televisie ziet. Die zijn ook wel arm hoor. De oudere mensen hebben daar natuurlijk geen voorzieningen, zoals in de vorm van warmte. En daar is het natuurlijk ook voor. Kijk, de rijk hoeven wij niets aan te geven. Nou dames, ik vond het heel fijn dat u even kort tijd voor ons had. Hartelijk dank. En een hele plezierige dag verder. En babbel lekker verder. Ja. Oké, tot ziens. Ja. Dag mevrouw, goedemiddag. Mag ik u wat vragen wat u hier op dit moment doet? Ik kom uit Friesland, bij mijn dochter vandaan. Ja, pas ook op mijn kleinkinderen. Dan moet u een heel eind reizen om op te passen, hè? Ja, ik kom uit Harderge Rijp, dus dat is een klein plaatsje net naar Leeuwarden. Ja.
Hoe vindt het verschil tussen Woerden en Friesland? Friesland is gewoon rustig en ze wonen in een klein dorpje. Ja, het is mooi. En ja, maar ja, heel veel verschil vind ik ook weer niet hoor. Nee. Is het vermoeiend zo'n klein kindje weer op te voeden? Of? We zijn inmiddels al 5 en 9, maar dus het wordt steeds makkelijker. We hoeven ze alleen maar uit school te halen en naar school te brengen. Dus dat, het is niet vermoeiend. Doet u dat 1 keer in de week? Om de week. En dan blijf ik een nachtje slapen, zeg maar. Ja. Nou, leuk dat u dat voor uw dochter wil doen. En bedankt dat u ons even te woorden wil staan. Mogen wij vragen waarom jullie hier op dit moment op het station zitten te wachten op de trein of op de bus? Is er een reden dat jullie in Woerden zijn? Mijn vriend gaat zo meteen optreden op, hoe heet het nou? Babypop. Op Babypop. Dus daarom zijn we hier. En wij hebben eigenlijk met elkaar afgesproken omdat we elkaar al een hele tijd niet meer gezien hebben. Al 5 jaar of zo, of niet langer. Dus het is de eerste keer in 5 jaar dat we elkaar weer zien. Dus daarom zijn na 5 jaar? Dus, ja. Okay. Ja. En hoe was de ontmoeting na 5 jaar? Nou, dat is nog niet heel veel van gekomen, want er kwam gelijk een camera. Dus daar is nog niet zo heel veel van gekomen. Waar kennen jullie elkaar dan van vroeger, van 5 jaar terug? Ik geloof origineel via internet. Maar toen zouden we elkaar leren kennen en toen zijn we een keer samen naar een festival gegaan. En, ja, dus, en toen, ja, nee, ja, dat was het eigenlijk. Wat speelt jouw vriend of kennis in de band? Hij is zanger van een metalband. Ja. Van Better Left Buried, die vanmiddag zometeen eigenlijk spelen. Ja. Ik zag jullie net een sigaretje roken. Toen mocht ik niets vragen. Zijn jullie gestopt of zo? Of had ik dat begrepen? Maandag gaan we stoppen. Dus het is een afscheidsweekend. Ja. Het college gaat weer beginnen. Dus dan moeten we weer gezond zijn. Ja. Hey, ik vind het leuk dat jullie even de gelegenheid gaven om ons even kennis te maken. Want waar komen jullie vandaan? Als je nog vragen mag, de laatste vraag. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Utrecht. En ik kom uit Leiden. Oké, nou hartstikke bedankt dat jullie even je gezicht op de tv wilden laten zien in Woerden. Jullie zien er fantastisch uit, dus het is alleen maar aangenaam om naar te kijken. Passie in beeld. Vandaag maken we kennis met André. André heeft een passie voor toneel. Ik ben inderdaad André van Miltenburg. Ik ben 54 jaar, getrouwd, 3 dochters, geboren en getogen in Harmelen. En ik hou heel erg van toneelspelen. De kick van toneelspelen is voor mij dat we met een groep enthousiaste mensen een paar maanden bezig zijn om iets op te bouwen. Er is brood! De stad staat in brood! Nou, ga dan blussen, man! En dat in de week van de uitvoering eigenlijk explodeert in een wolk van spanning, in een wolk van complimentjes, in een wolk van een lekkere borrel achteraf. Dat geeft mij een gevoel van, hé jongens, we zijn met elkaar bezig geweest en we hebben iets heel erg moois neergezet. Het moment dat jij daar op de bühne staat en jij doet jouw ding en het valt goed en de zaal reageert daarop. En als het dan tijdens de uitvoering precies op zijn plek valt, hè, en je staat daar en je ziet dat de zaal vol is en de mensen lachen of zijn muisstil afhankelijk van het toneelstuk, dan zeg je van jongens, met elkaar, we hebben het heel mooi gedaan. En dat gevoel, dat geeft mij een kick om toneel te blijven spelen. Eenzelfde kick als na de Sinterklaas-intocht, bij wijze van spreken. Ja, dan ben je met een hele groep mensen ben je bezig en dan na afloop, jongens, hij is binnen. Ja, dat is dus een,
ja, iets unieks voor Woerden. Een aantal enthousiastelingen in Woerden die zeiden van, goh jongens, wij zouden eigenlijk een historisch spel traditie in Woerden willen gaan opbouwen. Hun referentiepunt was Bergen op Zoom. Daar werd al jaren, eens in de zoveel tijd, werd er een historisch spel werd daar gespeeld. En 3 jaar geleden hebben ze daar in Woerden het initiatief toegenomen. En hebben daar mensen die in Woerden wonen uitgenodigd om daar auditie voor te doen. Nou, met een aantal mensen van onze vereniging hebben we dat gedaan. En we mochten meespelen. Iedereen is individueel auditie wezen doen. Dus bij toeval kwamen we elkaar daar tegen. Enorm professioneel wordt het daar aangepakt met live muziek en zang. En echte paarden op het, die dan soldaten komen opbrengen. Dus ja, het is fantastisch. Ja, en dat is ook weer een prikkel geweest om nu dit jaar... Over 2013 wil ze weer een stuk gaan doen. En dat heeft dan als thema de Vrede van Utrecht. Dus dat speelt zich ongeveer af 40 jaar nadat het rampjaar is geweest. Dat was 1672. En ze leggen een verband tussen het vorige stuk. Het vorige stuk eindigt dat een Franse soldaat zijn liefde vindt in Woerden. En het nieuwe stuk begint... dat die Frans soldaat, die heeft zich in Woerden gevestigd met zijn vrouw. Ja, ze wonen nog steeds. En ze zijn daar een herberg begonnen. Ik kan niet overal tegelijk krabben. Ik heb nog een arm nodig. We hebben een vast schema van 1 repetitie per week. Dan hebben we vaak dat we een weekend inlassen. Dus een weekend daarin zeggen we, nou, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn we alleen maar bezig met het toneelstuk. En echt een hele doorloop. Want 's avonds, je komt om 8 uur en om 10:30 ga je weer weg. Het zijn toch maar delen van het toneelstuk die je dan speelt. En dan een week voor de uitvoering, dan is het volle bak. Dan is het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag is helemaal harto. En zondag, want dat hoort ook bij ons toneelspel, we moeten zelf het decor bouwen. Nou, dus het weekend ervoor is het bouwen van het decor en het weekend daarna is het afbreken van het decor. De favoriete rol die ik speel is, denk ik dan toch, de komische, een beetje André Verduin-achtig. Mm-hmm. Dus grote ogen, dom kijken. Het publiek in Harmelen wil meestal de klucht hebben. Ja, ook afgelopen keer toen we Jeroen Bosch gespeeld hebben. Heel veel complimenten gekregen. Ja. Maar ook het verzoek, volgende keer weer een klucht, jongens. Dat is voor mij geen angst meer. Hè? Als daar in een nachtmis, ik weet niet hoeveel mensen er in de kerk kunnen, 300-400. En je kijkt dan rond en je ziet alleen maar mensen en jij moet het woord voeren. Dan doe je dat gewoon. Hè. Dus die angst om daar te spreken, die is helemaal weg. En dat vindt ook wel zijn basis in het toneelspel. Want daar sta je ook in je uppie je rol te spelen met al die ogen op jou gericht. Dus daar zit wel een verband. Wij zijn ook die vies om carnaval te vieren. Dus ik heb in Harmelen is dat de gewoonte dat de ouders van de kinderen die op de BAVO-school zitten, maar ook van de notenbalk, omdat die carnavalswagens bouwen. Dus 2 maanden voor de carnaval dan worden de ouders gemobiliseerd en dan worden er 2 schitterende wagens gebouwd in Harmelen en in Montfoort. Dus dat is ook een hobby van ons. There'll always be someone with the same button on as you, including me. Dus ik zeg, Jallemie is wereldberoemd in Woerden. En toen zei ik, van in de regio. Dus, ja. Dus je bent beroemder dan alleen in Woerden? Ja. In die tijd wel. I keep my clothes, maar de zon is gewoon op mij. I keep my eyes wide open all the time. I keep the hands up for the time is right. Because you're mine, I'll walk the line. I find you fair. Het
Nu zal ze me wel een klein beetje vergeten zijn, maar door deze televisieopnames schijnt het dan, komt het allemaal wel weer terug. En je was dus beroemd in die tijd, en waar kenden de mensen hiervan? Van muziek maken. Hè? Van de bruiloften en de dansavonden en et cetera. Oké, en dat deed je dan alleen? Dat deed ik toen we ben begonnen met de naam, zijn Ad Vught en Gert Pels. En ik moest in een tijd van een week, moest ik eigenlijk mijn slagwerk leren drummen. Want ze hadden een drummer nodig. En dus waren na een week hadden we een optreden, dansavond. En dus ja, dat was even zenuwen hoor. Hey, looking yonder, coming down that railroad track. Hey, looking yonder, coming down that railroad track. And that's the only most special, bringing my baby back. En had je een drumstel dan? En dat ging allemaal hals over kop bij de oude juffrouwtjes uit de Voorstraat, van die zaak. Van Vermeulen. En dat ging allemaal op afbetaling ook natuurlijk, want ja, dat was een flinke uitgave ineens. En ja, zo is het een beetje begonnen. Als drummer? Als slagwerker, ja. En dat ben je, heb je lang gedaan, of ben je altijd drummer gebleven? Nou, ik ben drummer gebleven tot de periode dat Van de Brinkies kwamen, de Nightbreakers. En het waren twee broertjes en Henny van de Brink, die kon alleen maar drummen. En toen ben ik overgegaan op gitaar, dat kon ik al een beetje, had ik al lekker tussendoor voor mezelf gedaan. Ja, en toen ben ik, tot nu toe eigenlijk een beetje op de gitaar blijven jammeren. En noemen ze een paar grote hits dan uit die tijd die je dan speelde? Ja, noem maar op, Una Paloma Blanca. En van de Cats. Grote nummers toen destijds. En dan had je hele oude nummers van de ballroom. Ja, dat was Into This Life en All of Me. En Begin to the Begin. En dat soort nummertjes allemaal. Take all of me. Can't you see? I'm no good without you. Een hoogtepunt uit je carrière? Is er iets, een moment of een optreden of een ontmoeting of iets dat je zegt van nou? Nou, dat was dan wel in Nieuwegein met een counter gebeuren. Sylvie Fredrickson, ja, zeg jullie niks die naam, maar dat was een Canadese zangeres. En dat was wel leuk, dat was wel apart. Dat is lang geleden? Nou, dat is. Dat is ook alweer in de jaren 5 geleden. Okay. En word je nou op straat nog herkend of word je aangesproken nog steeds als zanger, als muzikant? Nou, als ik in Boeren durf te komen, dan is het nog wel eens zo. Hey Jan, zit je nog in de muziek? Het zijn mensen die mij meer kennen als ik andersom. Dan denk ik, joh, wie is hij nou weer? Weet ik. Maar ja, hoeveel optredens zou je gedaan hebben in je leven? Goh, ik zeg het al eens, in een periode van 40 jaar zo, zeker al, gemiddeld 3-4 avonden in de week. Ik heb toevallig vanmiddag nog een hele vraag van die agenda's en ik in zitten gluren. Maar in de buurt overal snabbeltjes hadden.
Maar meestal allemaal dansavonden, bruiloften waren er veel natuurlijk. En, ja, dat noemden ze bij ons toen destijds, was het eigenlijk een soort hompa muziek. Oude walsjes. Maar het komt tegenwoordig ook weer een beetje in dat ballroom dansen. Maar denk dan aan als je als slagwerker ook. En mijn ringen moest slaan en het tja-tja-tja en het tango. En nou, dan moest je toch ook wel een klein beetje van goede huis. Dan moet je toch goed een beetje getraind hebben hoor. Ja, dat moet wel kunnen, ja. Maar dus mensen spreken je aan, maar je merkt wel dat je gewaardeerd wordt als muzikant. Je hebt wel, dus in nou, in mijn hoede hebben ze het wel altijd. Dat ze wel zeiden van hij was wel een entertainer en zo. Ja, ik vind dat wel een beetje lullig van mezelf te zeggen, maar als ik achteraf wel eens kijk, dan vind ik dat zelf ook eigenlijk. Ja. Heb je nog ideeën, nog plannen voor de toekomst? Ben je gestopt? Speel je nog? Nou, toevallig was de verleden week hier met een muziekhandel van Vliet. Die zei van, zoek je nog een band? Want wij kunnen nog een gitarist gebruiken. En hij kon wel even over na zitten, denk ik. Denk, op mijn leeftijd zou ik dat nog doen. Ja, waarom niet? Zolang hij er nog bent. En de gitaar nog vast kan houden. Wanneer hou je ermee op? Tot aan het kistje hoor. Tot ik tussen die zes plankjes leg, joh. Het Groene Hart is een prachtig gebied om te recreëren en heeft een rijke geschiedenis. Zoals die van de Oude Hollandse Waterlinie, een 17e eeuws verdedigingswerk dat zich uitstrekt van Muiden tot de vestigingsdriehoek Gorkum en Woudrichem met Slot Loevestein. Het redde ons land in 1672 van de ondergang. Misschien heeft u er wel eens van gehoord of kent u het nog van oude schoolplaten. En voor wie er oog voor heeft, is nu nog veel herkenbaar in de vorm van vestingsteden, kaders, sluizen en oude forten. Wat was dat eigenlijk, die oude Hollandse waterlinie? Waar diende het voor? Hoe werkte het? En wat is er nog van overgebleven? We gaan even ruim 3 eeuwen terug in de tijd. Het is dan de 17e eeuw en ons land, toen de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden genoemd, maakte gouden tijden door. Het was de bloeitijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie die met schepen naar het Verre Oosten zeilde en handelde in waren als specerijen, koffie en porselein. Er werd goed verdiend. Dat is nu nog te zien aan de huizen die in die periode werden gebouwd. Statige huizen aan de Amsterdamse grachten en majestueuze buitenplaatsen aan de Vecht. Het was ook de eeuw waarin grote schilders leefden, als Rembrandt en Vermeer. We kennen die periode als de Gouden Eeuw. Die welvaart werd met jaloerse blikken bekeken en de afgunst van vooral de koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, ook bekend onder de naam Zonnekoning, leidde er in 1672 toe dat Frankrijk samen met Engeland en enkele Duitse staatjes ons de oorlog verklaarde en het land binnenviel. Dat had verschrikkelijke gevolgen.
Het jaar staat daarom in de geschiedenisboeken geschreven als het rampjaar. Onze zeemacht was in die tijd goed op sterkte. De belangen lagen immers op zee. De koopvaardij moest beschermd worden. Maar dreiging van vijandelijkheden over land was al jarenlang niet meer aan de orde geweest. Leger- en verdedigingswerken verkeerden daarom in gebrekkige staat en bleken nauwelijks een hindernis voor de Fransen. In korte tijd vielen onder andere Naarden, Utrecht, Oudewater en Woerden in handen van de vijand. En daarmee kwamen zij gevaarlijk dicht in de buurt van het machtige en belangrijke Amsterdam. De opmars van de vijand moest worden gestopt. Holland in nood greep naar een beproefd militair wapen. Water. Het gebruik van water als verdedigingsmiddel was niet nieuw. Men had al eens eerder nagedacht over het onder water laten lopen van een strategische strook land tussen de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, en de grote rivieren. Maar tot een samenhangend plan was het nooit gekomen. Met de klok op 5:12 was er echter weinig tijd meer om na te denken. In juni en juli van het jaar 1672 werd met veel kunst en vliegwerk een waterlinie geïmproviseerd. Dijken werden doorgestoken en daar waar nodig keerkaders opgeworpen om de overstroming onder controle te houden.